ben Lies en in academiejaar 2022-2023 studeer ik de Master Geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen met het keuzeprofiel Urban History. In het kader van de Urban History Week zijn wij in het tweede semester een week naar Krakau geweest met een groepje van ongeveer 10 studenten. In voorbereiding ervan werden we ingedeeld in verschillende groepjes en was het de bedoeling dat elk groepje een onderwerp uitwerkte en dat in de voormiddag zou presenteren aan de medestudenten aan de Jagiellonische Universiteit. Het waren verschillende onderwerpen. Het ging bijvoorbeeld over de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, het blijvende antisemitisme, de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, de bouw van Nova Huta onder het communistische regime en de Groene Gordel rond Krakau. Kreeg je dan ook telkens mee in de voormiddag een presentatie van een gespecialiseerde professor vandaar. En in de namiddag deden we een stadswandeling en een museumbezoek. Tijdens de middag voor de lunch en het avondeten waren we altijd vrij en mochten we samen met de studenten gewoon ergens gaan eten. Wat echt super leuk was, omdat je zo echt verschillende restaurantjes kon ontdekken en echt boos eten natuurlijk ook. Zo zijn we voor het ook op de eerste avond, toen we zijn aangekomen, hebben we met z'n allen samen de mol gekeken. En hebben we op de andere avonden, ze hebben we voor het ook met de medestudenten van Polen afgesproken. En zijn we voor het karaoke gaan zingen. Hebben zij een deeltje van een bar afgehuurd, zodat we met z'n allen daar samen iets konden drinken. Op de laatste dag na ons vertrek, of net voor ons vertrek, zijn we ook nog met enkele studenten Auschwitz gaan bezoeken, onder leiding van een super goede gids. Het was echt een super toffe week. We hebben daar echt ons keihard geamuseerd, super veel aan bijgeleerd en we zijn een heel echte groep geworden daardoor. Dag allemaal, ik ben Victor van Loek. Vorig jaar was ik master in geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, meer bepaald in de cluster cultureel erfgoed. En na 4 jaar aan de schoolbank gekluisterd te zijn, mochten we eindelijk nog eens op uitstap naar Amsterdam en Rotterdam. In vergelijking met de andere bestemming misschien niet de meest spectaculaire, maar je komt wel in contact met misschien wel de bekendste en belangrijkste kunstinstellingen in de Lage Landen. Bijvoorbeeld in Amsterdam gingen we naar het Rijksmuseum, waarbij we een unieke blik achter de schermen kregen in de bibliotheek, maar bekeken we ook unieke collectiestukken. Daarnaast gingen we naar het Ellen Pearsons Museum, waarbij heel veel herkenbare elementen terugkwamen. Vooral voor mensen die geschiedenis van Nederland hebben gevolgd bij Pierre Delsaar. En achteraf vertrokken we dan naar Rotterdam, waar we het Boijmans van Beuningen depot aandeden. Waarbij we de kunst van het conserveren en restaureren bekeken. Iets wat voor mij echt een heel unieke ervaring was. Nu, sowieso zijn het ook twee steden die heel veel te bieden hebben naast die musea. Bijvoorbeeld in Amsterdam gingen we op restaurant met de professoren en trokken we daarna het nachtleven in. Waar vooral de interesse in de kunst en cultuur staat centraal in deze uitstap. En ik zou het vooral iedereen aanraden, ook gewoon omdat het een hechtere band schept tussen jou en je collega-studenten, maar ook tussen jou en je professoren. En voor mij is de uitstap nog altijd een van de positiefste aspecten aan de Master Cultureel Erfgoed. En ik zou het iedereen aanraden. Hallo iedereen, ik ben Micheline en ik ben vorig jaar mee geweest op buitenlandse excursie naar Bosnië in het kader van de opleiding Politieke Geschiedenis. Ik had natuurlijk wel wat vakken gedaan binnen de bachelor die gericht waren op politiek en op politieke instellingen. Maar natuurlijk, ja, afgezien van enkele taken die moesten indienen of papers, ja, blijft dat heel erg theoretisch. En natuurlijk, ja, ik weet ook dat dat eigen is aan universitaire richtingen, dat heel vaak dat theoretische luik wat overheerst. Maar dat bewijst voor mij, Nicole en Diek, wat die meerwaarde eigenlijk is van zo'n buitenlandse excursie. Want bijvoorbeeld, ik kan me nog heel goed herinneren dat we op een dag een uitstap hebben gemaakt naar Mostar. En daar werden we dan eigenlijk rondgeleid door twee gidsen die eigenlijk enorm gepassioneerd waren en enorm gevoelsmatig konden uitleggen van ja, wat is dat nu eigenlijk voor ons om te leven in die politieke spanningen, om te leven in die politieke realiteit of constellatie waar jullie studenten in Antwerpen dan over leren. En dat is in mijn ogen is dat echt wel een dimensie dat je niet meekrijgt als je er niet bent geweest, want je leert zelf ook die politieke realiteit, of zelf die realiteit in Bosnië zelf. Je leert dat zelf ook en je doorvoelt dat, je doorleeft dat. Je maakt dat zelf mee. En ja, dat is een dimensie of een stuk dat je niet van op afstand meekrijgt. En anderzijds vond ik ook heel erg hard dat tijdens zo'n buitenlandse excursie je ook eigenlijk als historicus of historica of gewoon als masterstudenten enorm
wordt uitgedaagd of aangemoedigd of ook wel ergens wordt verplicht om ook na te denken over je eigen kritische positie. Omdat je natuurlijk je hebt op voorhand, als we daar lessen krijgen, vorm je eigenlijk al een perceptie op basis van de literatuur of op basis van kennis die de proffen u aanreiken. Maar natuurlijk als je dan ter plaatse bent, hoor je dan wat de gidsen zeggen, wat andere mensen zeggen. Maar bovenal neemt je ook zelf je eigen percepties en indrukken mee. Je leert dat ook. Wat zie ik hier? Wat voel ik hier? En op die manier hielp mij dat wel echt om een beeld te vormen. De literatuur zegt dat, maar ik voel dat eigenlijk helemaal niet. Ik heb dat eigenlijk helemaal niet gezien. En dat helpt je ook gewoon om kritisch te staan en om ook ervoor te zorgen dat je kennis omtrent dat onderwerp meer gelaagd wordt en dat dat ook meer, meer breed is. En daarom zie ik echt wel dat binnen de geschiedenisopleiding dat zo'n buitenlandse excursies gewoon echt goud waard zijn. Universiteit Antwerpen. Bepaal mee de toekomst.